Goedenavond. Stop ze in je handtas, leg ze aan de voordeur of in het handschoenkastje van je auto. Want vanaf morgen is het verplicht, een mondmasker op openbare plekken. Het gaat over winkels, bioscopen, theater- en concertzalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Op het openbaar vervoer en bij contactberoepen zoals kappers was het al verplicht. Verplicht dus, en wie geen mondkapje draagt waar het moet, riskeert ook een boete. En die duidelijkheid, daar zaten veel winkels op te wachten. Ook bij warenhuisketen De Leize zijn ze tevreden. Klanten zullen vanaf morgen aangespoord worden om een mondkapje te dragen. Ze zullen ook te koop worden aangeboden aan de ingang van de winkel. Maar De Leize benadrukt wel dat ze niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun klanten. Ze beloven wel dat ze bij elke overtreding de politie zullen contacteren. Ons personeel gaat vanaf morgen in elke winkel een mondmasker dragen. Dus dat is onze verantwoordelijkheid. De draagplicht voor de klant is zijn verantwoordelijkheid of haar verantwoordelijkheid. En daar rekenen we echt op gezond verstand van de mensen. Het is duidelijk dat dit ingegeven is door de overheid. We volgen dat 100% op. Maar we gaan niemand de toegang met geweld of met druk kunnen ontzeggen. Dat is niet onze rol. En daar rekenen we op de hulp van de autoriteiten om daar ons bij te helpen. Maar dus niet alleen. In winkels en supermarkten, ook onder meer in theaters, auditoria en bioscopen, moet u vanaf morgen verplicht een mondmasker dragen. De bioscoopzalen zijn nu goed een week open, met een beperkte capaciteit. Tot nu toe werd het enkel aangeraden om een mondmasker te dragen. En of mensen er ook in de zaal vanaf morgen een op moeten hebben, is nog niet duidelijk. Bij Kinepolis hopen ze alvast van niet. Wij gaan ervan uit dat inderdaad mensen binnenkomen in de bioscoop met een mondmasker. Dat kan je uiteraard ook controleren. Maar dat van zodra je in de zaal zit, dat je dat mag afzetten. En op het moment dat je weer vertrekt, dat je dan het mondmasker terug aandoet. Het klopt dat als je het hebt over de bioscoopervaring, dat daar voor veel mensen inderdaad een drankje en een snack bij hoort. Dus dat is inderdaad een belangrijke bron van inkomsten voor ons ook. In het Verenigd Koninkrijk zijn de reisregels weer wat soepeler geworden. Mensen uit meer dan 60 landen zijn er weer welkom zonder dat ze in quarantaine moeten. Dat geldt ook voor België. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk blijft dalen. Britse toeristen nemen weer de autotrein naar het Europese vasteland. Ook zij moeten zich bij hun terugkeer in Groot-Brittannië geen zorgen meer maken over 2 weken quarantaine. Bovendien is de procedure om in te checken vereenvoudigd. Alle papierwerk kan gebeuren in de wagen zelf. Le tunnel sous la Manche et ses navettes sont aujourd'hui le seul moyen de circuler entre le Royaume-Uni et le continent sans jamais descendre de son véhicule, c'est-à-dire sans s'approcher d'autres voyageurs ou d'agents d'Eurotunnel Le Shuttle. Veel vakantiegangers verkiezen de Eurotunnel boven reizen met het vliegtuig, omdat ze zich veiliger voelen in hun wagen. So you don't have to mix up with other passengers. That's the most important thing. Safety is paramount. That comes first. And the most important thing is that if you are in your own private cabin, you're only mixing up with your own family, you will not really get infected or infect other people. De Britse zangeres Vera Lynn is vandaag in Engeland begraven, in haar woonplaats Ditchling. Heel wat mensen kwamen op straat om de rouwstoet te groeten. Er vlogen ook 2 militaire vliegtuigen over het dorp om hulde te brengen aan het oorlogsicoon. Vera Lynn werd legendarisch in het Verenigd Koninkrijk omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog de moraal hoog hield met liedjes als We'll Meet Again en The White Cliffs of Dover. De zangeres werd 103 jaar oud. Bankverzekeraar KBC gaat de komende 5 seizoenen alle goals en hoogtepunten van de Jupiler Pro League, de hoogste voetbalklasse, tonen via haar mobiele app. En dat kan je opmerkelijk noemen, een bank die voetbalrechten koopt. Het kadert in het plan van KBC om de app uit te bouwen tot een groot platform met allerlei diensten. Tickets voor bijvoorbeeld trein en bus die kon je al langer kopen via allerlei banking-apps. KBC voegt daar nu voetbal aan toe. Voor de meeste klanten van KBC zijn de voetbalbeelden gratis. Voor andere en niet-klanten kost het hooguit een paar euro per maand. En om 7 uur krijgt u een uitgebreid journaal van Hanne de Kouteren. Wij zien elkaar later vanavond weer. Bedankt voor het kijken.
Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.